De liefde voor de orangoetang zal nooit verdwijnen. En wat ik nu doe om de energiecrisis en de klimaatcrisis proberen op te lossen, ja, dat is zo belangrijk. Dan moet ik helaas een groot gedeelte van het werk en de tijd met de orangoetangs aan mijn medewerkers overlaten. En alles heeft met elkaar te maken natuurlijk. Dus daar precies. Moet je waarschijnlijk je keuze maken. Als ik geen nieuwe bossen maak die mensen en dieren helpen, dan hebben de orangoetangs ook geen kans. En als er geen winst te behalen valt uit de systemen die ik ontwikkel, dan kunnen we het ook wel vergeten dat je met idealistische ideeën komt, maar die worden dan toch nooit opgepikt. Dus ja, je hebt altijd met compromissen te maken. Zo gaat het ook in het leven. Dus liefde voor orangoetangs laten zich niet kwantificeren.